Goedemiddag. Lekker warm vandaag, hè? Het is weer tijd voor een nieuwe video. Afgelopen week kwam ik erachter dat de boerderijpas van 5,49 naar 4,99 is gegaan. Dus op een of andere manier hebben ze dus 50% of 50 cent korting gegeven. Dat wist ik niet. En niemand die mij dat heeft verteld. Ja, het zal wel. Zo, wat gaan we vandaag doen? In ieder geval naar het dorp, want het dorp is open. Alweer sinds gisteren, volgens mij, uit mijn hoofd. En het is, tenminste, ja toch? Dat kunnen we zo zien. Deze. Tenminste, nee. Die moet ik hebben. Nee. Maandag. Zondag of maandag. Ik heb er 4, 8, 12, 13. Ik moet dus, ja, de derde dag. Wat moet ik vandaag doen? Delivery request. Dus een bezorgverzoek. Drie andere soorten verzoeken en een fish shop. Nou is de kaart die we hebben een beetje anders dan we hadden. Dus ik ga eens even kijken wat we allemaal kunnen doen. Ik heb inmiddels 52 benzine, dat is lekker lekker. Ik weet ook niet, kwamen we daar vandaan? Oh, kijk, nou, hey, fish shop. Go to the fish shop. Ja, we hadden altijd een visboer in het dorp staan op de zaterdag, maar die gingen met pensioen. En er was dus helemaal geen andere visboer was meer in het dorp te vinden. In ieder geval die bij ons, die ons dorpje wilde blijven. En dat was, in ieder geval, dat vind ik eigenlijk best wel jammer. Ik zit even te kijken of ik heel snel een bezorgverzoek kan vinden. Maar deze loopt helemaal door naar achteren. Hebben we deze al gedaan? Ja. Ze hebben niet echt wegen die aan elkaar verbinden. Oh ja, hier wel. Maar dit ligt ook weer vrij ver. Dus we gaan gewoon even lekker terug, denk ik. Hier zijn ook wel heel veel dieren, dus gaan we lekker hierin. Hoppakee, racen maar weer gaat. En dan hopen dat je niet stuk gaat. Maar in ieder geval. En dan hopen dat je niet stuk gaat. Ja. Als ik een cam zou hebben, zou je mijn gezicht kunnen zien. Hoeveel stukjes heb ik nou gereden? Niet zoveel. Verdulle me. Nou. Oké, dorp is klaar. We hebben Tom staan. Nou, die Tom die laat ik lekker staan. Ja, maar in ieder geval, die visboer, de viskar, om het zo maar te noemen, die is dus weggegaan. Die is met pensioen. En daar kwam gewoon niemand voor terug. Dus we hebben op de zaterdag ook helemaal geen viskar meer. Dat is echt wel, daar baal ik al van. Want ik haal af en toe haal ik even een visje of een. Lekker kibbeling of iets anders. Ja, dat kan ook niet meer. Dan hebben we alweer zo'n viswinkel. Maar ja, die prijzen zijn gewoon veel hoger. Dat is gewoon irritant. Ja. Enfin, we gaan gewoon door. Even kijken, kunnen we dit doen? Ja. Laten we die gelijk even doen. 7 uur. Ik heb geen zin om te wachten tot iemand anders mijn gatten vult. Ik had natuurlijk ook weer een booster kunnen gebruiken. Zegt hij als hij de boot wegstuurt. Nou ja, het is allemaal wat. Ja, ik heb nog steeds wel mijn voorraad een beetje op orde. Een beetje wat wil zeggen dat ik sommige voorraden
helemaal niet op orde ben. En zoals die sapjes, zoals je ziet. Nou, die gooi ik er gelijk even in. Ja. Die kunnen mooi. Oh, nee, deze. Zo, 7. Kunnen mooi gaan. Oh, ik moet alleen een truc verzoeken naar dit. Dus ja, je hebt wel een viswinkel, maar daar komen we eigenlijk niet. We kunnen natuurlijk ook zonnetjes verdienen. Nou, dat zijn dus de katoen en de koeien. En vissen. Nou, we wilden ook dat er een visevenement is. Ik ga niet vissen. Ik ga niet vissen tijdens de video, want dan zit je te kijken naar een hengel die waarop je wacht. Nee, ik vind dat niet. Ik spoel dat zelf ook altijd door als iemand dat doet, dus dat ga ik dus ook niet doen. We hebben hier wel een leuke verrassing. Want ja, iedereen loopt heen en weer. Ik dacht dat al de. Misschien heb ik hier nog één. Had ik hier één tarwebundel te weinig. Ja, één tarwebundel. Wacht even, want hij springt. En als hij springt, is het goed. Is het een goed teken, want dat betekent dat er een puzzel klaar is. Hopla. Completed. Print screen. En gelijk weer 3 stukjes voor de Cowlick zebra en de Mohawk zebra. Ik ga hem heel even in het Engels zetten. Nederlands. Dat vind ik even wel interessant hoe dat hier dan heet in het Nederlands. Ja, Engels, dat kan iedereen, dat kan niet iedereen wat dat betreft. De Kanakan zebra en de Kuiszebra. Hartstikke leuk. Nieuwe dieren in de safari, dat verwelkom ik ook. Hè? Dus ze moeten een verblijf. Dat betekent dus ook weer dat ik hier upgrade verblijf. Wel gewoon hier. Verwachten. Oh, ik wil een screenshot maken. Daar gaat hij dan. En dan gaat hij gelijk weer terug natuurlijk om te eten. Betekent dus wel dat ik in plaats van 12, 13 hooibalen nodig heb. En die heb ik niet. Dus ik gooi ze alvast even vol. En dan. Zo. En wat voor. Hebben we nog meer? We hebben een kangaroo paw in de acacia. Hartstikke leuk. Ja, zoals je ziet doe ik er ook vrij weinig mee. Maar in ieder geval, welkom Hanenkan Zebra. Ik hoop dat je het gezellig hebt in mijn safari. Het dorp. Het dorp is en blijft ook eigenlijk een van mijn favorieten. Omdat je gewoon heel makkelijk alle materialen kan krijgen die je maar wil. Of heel makkelijk. Natuurlijk moet je de. Moet je de bezoekers bedienen. Dat kost je producten. Maar het is gewoon heel makkelijk om. Om gewoon wat te doen. Nou ja, al deze drie, er zit helemaal geen pootje achter. Dus die stuur ik zonder pardon. Gelijk weg. Ik zit inmiddels wel. Vanwege het warme weer zat ik niet in mijn lange broek vandaag. Ik had daar echt geen zin in. Ik had zoiets van, nou, we doen een lekker korte broek. Maar ja, is nog wel de hele dag binnen natuurlijk, want ik moest werken. Daar komt een helikopter over. Ik weet niet of jullie hem horen, maar mocht het zo zijn, het is een helikopter. Ga snel even deze eventjes allemaal aan de serveren. En waarom ga je het serveren? Omdat het gewoon. Oh, zag 2 van 2. Oh jeetje. Dat bedoel ik, mijn voorraad die is een beetje geslonken. De laatste tijd. Niet dat het erg is, maar. Betekent dat ik gewoon meer moet maken. Dat is raar. Je zag er 2, maar er staat er 1.
op het, dat is een beetje vreemd gek. Dat snap ik niet helemaal. Ja, het zal. Wacht even tot de trein binnen is. Kijken of we deze poppetjes ook nog kunnen plaatsen door onze bezoekers. Ja, dus een nieuwe zebra in de safari. Daar ben ik wel blij mee. Gaat sowieso niet hard bij mij hoor. Probeer wel alle boten te doen, maar als ik geen voorraad heb, dan gaat het gewoon niet. Natuurlijk hard aan proberen om alles. De silo en de schuur uit. Deze heb ik dus niet. Ik heb geen. En die heb ik ook nog niet. Gaat makkelijk. Hartstikke idee. Zo. Kijk hoor. We hebben nog een ei nodig. Nou, die ei kan ik hier wel even weghalen. Dat is één ei toch? Ja. En twee van die bacons. Nou, oh. Zal die een hoorn? Oh-oh. Het is wat het is, zeggen we dan. Kunnen we hier voor één van de twee kunnen we bedienen, hè? Dat is deze. Zo. Dus dit is wel heel jammer. En ik zit wel even te kijken of een kleine, of ik ergens een groen teken zie waar ik of haar vriendin staat. Even kijken, dit is niet hier. Hij staat helemaal hier, joh. Zie je daar even? Staan lekker. Mijn babyfarm. Babyboerderij. Hoe je het ook noemt. Maar waar die anderen dan staan, dat is even mij om het even. Want dat weet ik dus niet. Even kijken. Ik zie hem niet op mijn scherm verschijnen. Ja, dit is gewoon 2 uur wachten. Ik ga geen achteriemand geven. Wat we natuurlijk wel kunnen doen, is de lucky bonus. Las Vegas. Ah, dat is niet zo bijzondere cadeautjes. Oh, ik wil zeggen gelijk boem. Nog eentje dan? Helaas. Ja. Oh. Ja, ik had er gewoon door moeten gaan. Dat zie je altijd, hè? Als je denkt van ik ga nog even eentje door. Hier maak ik er altijd 5 van op dit moment. Zoals je ziet, ik heb hier 5, 5, 5. Dus dat is allemaal goed. Die staan allemaal mooi. Wat heb ik nog meer niet? Ja, deze, dat is de ijsbananen latte. En die komt uit de koffiekiosk. Zo. Wat hebben we nog meer niet? De lemon tea. Ik had al wel wat verschillende theetjes gemaakt, maar deze blijkbaar niet. Hoppakee, ga met die banaan. Dus die, ze hebben we ook weer aangezet. De bananenpannenkoeken. 2, 3. Nou, dat is volgens mij de enige. Ja. We hebben even bananen nodig. Hoppa. Nou, er zijn er wel genoeg. Hier kan er nog eentje bij. Die kan er niet. Oh, die was op 1. Dat is ook heel weinig. Die ook is weinig. Ja, het gaat. De voorraad schiet een beetje naar beneden als je bezig bent. Hè? Wat hebben we nog meer voor rampzaligs? De uienmelt zit in deze volgens mij. Ja. Ja, die vraagt gelijk. Zo. Wat hebben we nog meer? Ja, deze kunnen we dus ook niet maken. Dit zijn de. Oh ja, de appelflappen. Als het goed is, staan ze hier. Maar die heeft ook weer eieren nodig.
Gelukkig gooi je deze even aan. Zit hem misschien ook ergens in de kraam. Viel me wel op trouwens dat, dat die boerderijen met goedkoop graan en goedkoop wortel er iets minder zijn. Dat is een goed teken, want dat betekent dat die kramen of in ieder geval die boerderijen weggegooid zijn door Supercell. Voor ons natuurlijk een beetje minder, want je moet dan meer betalen voor je graan of voor je graan of wortelen, sojabonen, you name it. Maar het maakt het ook weer een beetje eerlijker, want je zag eigenlijk altijd, in ieder geval degene die ik gezien heb, is dat die of dat ze vaak achterin enorm veel schuur, silo, materiaal hebben. Ik wil zeggen, dit is er ook een, maar dit is gewoon een Chinees of een. Drie paarse vouchers. Dat is wel lekker. Wat heeft hier Brahma? Ik weet niet of ik Brahma nodig heb eigenlijk. Zullen we eens even kijken. Ah, 9. Ik heb wel pruimen nodig. Die zijn hier. Zo. Nou, zoals je zag heb ik ook wat rijst erin gegooid. En dat heeft te maken met de taken van gisteren. Dat was een rijsttaak. Ja. Kijk, hier heb je dus maaier voor nodig. En oh, batterij ben op. Dus een not enough resources. Ja. Geroosterde tomaten nodig, je hebt peken nodig en je hebt tomaten nodig en nog sla. Nou ja, sla is geen probleem, maar de rest wel. Kijk, 6. Nou, deze kan er nog in. Die kan ook in. Ja, het gaat dus om deze. Maar ja, dat kan niet eerder totdat de spek aan is. En dat is zeker nog 2 uur. Zijn nog zeker nog 2 uur bezig. Ja, dus die kunnen we even niet doen. En je zag ook gewoon gelijk dat ik denk hier ook maar weer 2 van heb. Dat komt gewoon omdat gewoon overdag heb ik bijna gewoon geen tijd om te spelen. Ik moet natuurlijk werken. Want het hele betaalt mij niet. Het werk betaalt me, dus gooi gelijk hier weer even. Oh. Even van boosje eraf. Zo. De rest van de kippen die pak ik ook gelijk even aan. Ik kan wel van boze muffins maken. Nou heb ik weer bramen nodig. Die ik net heb laten gaan. Nou ja, het is wat het is, hè. Zo. Ik zag trouwens dat Ruud ook filmpjes maakt van een half uur. Ik denk dat het ook wel fijner is om te kijken. Je bent niet gelijk een uur bezig om een video te kijken. Hij liet trouwens ook iets zien met je duim en met 2 vingers. Dat je met 2 vingers heel snel kon. Oogsten en planten. Ik heb het een beetje geprobeerd, maar het is me tot nu toe niet gelukt. Je krijgt een beetje dit effect, zeg maar. Dus nee, dat moet een beetje meer onder de knieën komen. Echt die spijkers zijn ook gewoon. Je ziet er rond 45 spijkers heb. En gooi ze er gewoon in.
Nee, ik heb nog 50 planken nodig. Hier ook wel 50. 45. 45 spijkers. Schroeven, sorry. Ja. Het is triest. C'est triste. Nee, die krijg je niet. Ik heb deze op een gegeven moment bij Boukje laten bouwen. Dit dametje. Ja. Ja, ik vind dat watertje gewoon heel erg leuk. Deze. 40 blauwe vouchers. Dag. Deze dan. Die is wel heel stoer, hè? Want ik heb echt geen idee wat die andere layout kostte. Nou, deze niet. Zo, deze lekker doen. Die vind ik wel gaaf. Zo, hoppakee. Bild. Poef. Ja, ik had ook al gekeken. Als je het terug doen wil naar die andere, dan moet je, volgens mij was het via die. Kijk, dat is deze. En als ik deze wil, moet ik een gouden en een groene voucher moet ik er geven. 250 coins. En dan is het deze 37.500 muntjes. Nou, deze heb ik dus. Nou, dat valt op zich mee. Die valt ook al mee. En die valt ook al mee. Dus ja, je kan het terugbouwen. Om het zo maar te noemen. Maar dat kost je gewoon centen. Ik weet alleen niet wat dat restock betekent. Kijk hoor. Since you're paying for her services. Oké. Maar ik dacht, als ik het even in het Nederlands zet, misschien is het makkelijker dan te begrijpen. Even kijken. En waarom zet ik het Engels? Omdat ik mijn schermafbeeldingen, de screenshots die ik maak, die wil ik eigenlijk allemaal in het Engels hebben. Dus als ik iets doe. Vervangen. Waarom wil hij dan vervangen? Nou, nu opnieuw te gebruiken. Dat ik wel, ja. Alles tijdens voltooien. Prijs voor diensten. Je moet dat altijd betalen. Zodat hij de plaatsing van een onderdeel niet ongedaan kan maken. Ja, dat zijn dus die tarieven die je in dit verzamelboek ziet. Het heeft dus verhuizen. Dus die dus. Dus die. Voor trucks en voor de roadside shop. De kraam. Vind het allemaal prima. Die pers die is nog wel even een tijdje bezig. Deze moet ik hierna aanzetten. Zie je dat? Zijn er 2, 12, 8. Dus ja, ik heb al aardig wat spul weer te maken. En dan heb ik de mazzel dat ik op mijn andere boerderijtjes wat producten kan maken die ik echt nodig heb. Of wel nodig heb. Die kan ik ook gewoon verkopen aan mezelf. En dat scheelt enorm veel, want anders had ik het denk ik gewoon niet gered als ik zo speel. 6, 7, 8, ja prima hoor. Kijk, deze zijn ook maar 4. Dus ja, ik denk dat binnenkort weer een booster inzet voor onze SAR. Om gewoon eventjes die even eieren en weekomen niet dat ik weer even een tijdje kan produceren en maken. Want als je er af en toe inzet
En ze is gestopt. Dan heb je natuurlijk altijd wat voorraad. Ik vraag me af of ik wel voorraad heb. Helemaal niks. Dus hier komt ook je voorraad in als je van Gijs gebruik maakt. Die kan je dus eventueel ook wel verkopen. Omdat ik gewoon niks meer in mijn voorraad heb zitten in de opslag, dan is het ook niet zo dat je zegt van nou, laten we dat maar even. Dat kunnen we nog even gebruiken. Helaas niet. Dan ga ik hier ook bij afsluiten. Het is veel te warm om met je hoofdtelefoon op te zitten. Ik heb in ieder geval de zebra heb ik in mijn safari losgelaten. Dat is wel gezellig. Ik moet er nog even zorgen dat ik ook dus meer hooibundels weer ga maken. Dat was ik inmiddels ook aan het doen door het hooi, de tarwe op uit het land te gooien. Ik zou zeggen tot de volgende video. Nog een fijne dag. Geniet van het mooie weer. Het zal waarschijnlijk wel iets minder worden wat ik heb begrepen. Maar ja. Zou zeggen, een fijne middag. En tot laters.